nog even. Oh ja. Goedemiddag mensen, hoe is het? Ja, goed. Ja. Mijn eerste vraag komt meteen bij me op. Zijn jullie de enige vereniging in Middelburg die in een molen zijn gevestigd of zijn er meer? Wij zijn de enige. Het is wel zo dat een andere club, Blue Spirit, zat in een molen vlakbij de oude Vlissingseweg. Alleen die bestaan niet meer. Dus nee. We hadden twee Middelburgse verenigingen in een molen. Nu nog maar één. Behalve dat dit jullie clubhuis is, is dit ook een oefenruimte? Ja, dus, toch? Ja, klopt. We hebben vier ruimtes waar we normaal gesproken oefenen. Momenteel gebruiken we maar twee ruimtes, omdat de molen is niet optimaal geïsoleerd. Dus dat moet eigenlijk eerst gebeuren voordat we die andere ruimtes kunnen gaan gebruiken. We hebben ook nog twee huizen hiernaast. En anders geeft dat te veel overlast. Ja, en die huizen hebben niks met de vereniging te maken? Nee. Het is gewoon bewoond. Ja. Klopt. Hey, maar nu ben ik hier dus voor iets anders, dat is namelijk de ledenwerving. Jullie gaan binnenkort de actie starten? Ja, daar zijn we eigenlijk al mee bezig. Juliana is het korps voor mensen vanaf 18 jaar. En dan hebben we ook nog voor de kinderen Johan Frieso. En daar zijn we op zoek naar nieuwe leden. Nieuwe aanwas is altijd belangrijk. En dat is wel wat teruggelopen de afgelopen jaren. Daar hebben natuurlijk heel veel verenigingen mee te maken. En de corona helpt ook niet echt mee. Dus het is belangrijk om ons weer te laten zien in Middelburg. Want wij mogen gewoon wel repeteren en trainen. En dat kan gewoon allemaal op afstand van elkaar. Dus ja, er zijn ook alweer nieuwe aanmeldingen binnen. En ja. dat hebben we dan in een project opgebracht, Music Kids. En dan kunnen kinderen eigenlijk op een hele laagdrempelige manier kennis maken met deze hobby. Ja, want het is wel, je hebt natuurlijk wel eens eerder over verteld, we kennen elkaar wat langer. En jij bent ook een oud lid, hè, ja, toch? Ja, klopt inderdaad. Maar het is meer dan, kijk, want ik had het er net nog met iemand over, die denken dan vaak aan trommelen en toeteren en over straat wandelen. Maar het is veel meer dan dat, toch? Of niet? Ja. Ja, en kan je dan kort de lijn uitleggen? Ja. We doen verschillende dingen. We doen natuurlijk inderdaad wat je in de binnenstad ziet, hè. Optochten en parades en concerten. Wat we dit jaar niet hebben gedaan, maar normaal gesproken ook doen, is eigenlijk een show op een voetbalveld of op een marktplein. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook meegewerkt aan City of Dance, waar onze drumline en onze dansgroepen een show hebben gegeven. Dat hebben we eigenlijk voor het eerst gedaan bij een van de eerste edities op het Hof van Tange. En later ook aan de Vlissingseweg en in de binnenstad. En we hebben ook verschillende projecten waar we mee in binnencompetitie is dat komende winter. Doen we mee aan een landelijke competitie. En daar lopen we ook show. En heeft de vlaggengroep, de Color Guard, doet ook mee met, ik denk nog wel 40 of 50 andere groepen. En daar ben jij van, hè? Van de Color Guard. Ja, ja. Ik heb daar heel veel tijd doorgebracht. Als lid, dus zelf meedoen, maar ook met het lesgeven. En het is altijd heel lastig in woorden uit te leggen wat dit nou precies is. Want aan de buitenkant zie je dus trommels, toeters en vlaggen. Maar het is echt eigenlijk een hobby die uit Amerika is komen overwaaien. En het is eigenlijk gewoon topsport. Ja. Dus als wij zo'n show deden van 12 minuten op zo'n veld. Dat is gewoon een behoorlijke energieinvestering. En dan ben je daarna gewoon helemaal uitgeput. Maar ook met een prachtig resultaat. Want ik heb toen we het eerder over hadden, heb ik wel eens filmpjes van gekeken. Het is, het is meer dan inderdaad marcheren. Of, er zit natuurlijk altijd wel iets militairs in. Het heeft toch een beetje die zweem. Ja. Want je loopt wel netjes of je danst netjes. Ja. Maar aan de andere kant is het ook gewoon echt dansen. En wat jij ook zei met City of Dance. Ik heb het toen gezien een keer op de markt. Ja, dat waren ook gewoon beats. In plaats van wat je normaal denkt aan trommelen. Hè, toch? Ja, absoluut. Wat we vooral willen brengen is entertainment. Hè? En je ziet de laatste jaren is het steeds minder, wat je net zei, militaristisch. Maar toch wel meer het publiek vermaken. En daar willen we ook echt meer in gaan doen. Dat is zoals projecten zoals City of Dance. Dat is daar erg geschikt voor. Ja. En jij, Arie, wat deed jij? Ik heb altijd geblazen. Ik ben op mijn zesde op trompet begonnen. En daarna ben ik overgegaan op bariton tot in mijn jaren 20. Zeg maar. En nu ben je kom je gewoon niet meer aan toe of was je het beu? Ik heb heel lang natuurlijk meegelopen. En op den duur dan kom je interesses ergens anders te liggen. Ja. Maar ik heb het altijd super naar mijn zin gehad. En op den duur had ik het. Dat is één ding wat ik wel weet. Daarom vind ik het ook heel leuk om de molenaars van binnen te zien. Ik heb in de loop van de tijd wel heel veel mensen gesproken.
die hier hele bijzondere herinneringen hebben aan dit pand. En wat dat dan precies? André van de bloemenman van de stad, die zei, nou is die muren daar konden praten, met een grote grijs op zijn gezicht, maar... Ja, we hadden hier, nu is dat helaas vanwege geluidsoverlast, is dat wat lastiger. Maar we hebben hier echt wel hele grote feesten gehad. Ja. En dat er echt wel 100 of wel meer mensen binnen waren. Zo weet ik bijvoorbeeld, voor mij was in 2008, Juliana bestond 75 jaar. En toen hadden we buiten een grote tent. En ik denk dat er tussen de 400 en 500 mensen hier waren. Ja, dat is wel heel veel, ja. En dat is echt wel flink losgegaan toen. Ja. Ja. En hoeveel leden zijn er nu nog op dit moment? Ja, tegen de 100 leden wel. Ja, oké. Dat is toch nog overzichtelijk. Maar daar mogen er dus wel wat bij. Zeker bij het jeugdkorps, ja. Nou, oké. Ja. Heel goed. Dankjewel. Die was vroeger tot hier ongeveer. Die was groter. En dat was eigenlijk ons danspodium ook wel. Ook dat. Ja. Stond jij eigenlijk wel eens op, zeker? Nee, nooit. Nee. Een stuk metrostation zitten. En daarachter heb je nog de oude borden van de rommarkt. De grote rommarkt die we altijd hadden. Maar van wanneer tot wanneer zijn je er? 1933 tot nu. Ja. Ja. Zit nog... In de mottenballen. Jezus! Ja, ja. Bianca, wat zei je nou net? Dat had je er net nog niet gezegd. Maar waarom ben jij ooit lid geworden van de vereniging? Nou, mijn broertje was lid van het jeugdkorps. En in het begin dacht ik echt van, wat is dat voor gebeuren? En toen had ik een paar keer een feestje meegemaakt. En toen dacht ik, nou, dat is the place to be. Daar moet ik zijn. Dus uiteindelijk ben ik lid geworden, omdat het er zo gezellig was. En toen daarna is het pas... Ben je gezegd voor de inhoudelijke kant. Precies, ja. En toen ging ik me daar ook in verdiepen. En dat was ook super tof. Maar uiteindelijk is het wel de samenhang die mensen aantrekt om lid te worden. De gezelligheid eigenlijk. Ja, precies. Ja. En de saamhorigheid misschien. Ja, dat is gewoon tof.